De Surinaamse Islamitische Vereniging, SIF, en Israëlitische Gemeente Suriname, IGS, wijzen alle acties af waarmee er tweespalt in de Surinaamse samenleving wordt gezaaid en die daardoor geen enkel respect tonen voor de basiswaarden waaraan Suriname en Surinamers zowel hun identiteit als hun trots ontlenen. Aan de hand van de internationale ontwikkelingen die veel mensen persoonlijk raken, maken de organisaties zich grote zorgen hierover. De SIF en IGS zullen zich ervoor blijven inzetten dat alle Surinamers vooruitkijken en de handen ineen slaan om het land Suriname tot een steeds betere plek te maken die als een voorbeeld kan dienen voor de hele wereld. Het Command Center heeft maandag verslag gedaan aan president Santokki van zijn werkzaamheden over de periode 4 augustus tot en met 6 september. Het Command Center wordt gevormd door verschillende veiligheidseenheden die samenwerken om de veiligheid, orde en rust binnen de samenleving te garanderen. Ondanks uitdagingen heeft het Command Center positieve resultaten weten neer te zetten. Zo vormt het beschikken over adequate voertuigen nog steeds een grote uitdaging. President Santokki zegt dat er reeds geld is vrijgemaakt voor de aanschaf van regulier transport. De samenwerking op het gebied van volksgezondheid tussen Suriname en Nederland moet gecontinueerd worden. Deze mening deelden de nieuwe Nederlandse ambassadeur Walter Oosterbos en minister Amar Ramadin van Volksgezondheid tijdens een kennismakingsbezoek afgelopen maandag. Tussen beide ministeries wordt er intensief samengewerkt. In de komende periode zullen er gesprekken gevoerd worden om de samenwerking uit te werken.